Waarover ben je het meest tevreden vanmiddag, Andrie Bogers? Nou, over de weerbaarheid die we hebben getoond. Uiteindelijk hebben we volgens mij tot de laatste minuut aan het knokken geweest. En hebben die zegen over de streep getrokken. Dus daar ben ik wel erg tevreden over. Waren er veel parallellen, niet qua tegenstand, maar met het wedstrijdverloop in vorige week? Ja, nou ja, daar zitten wel wat parallellen in. Ja. Dus je komt op voorsprong en uiteindelijk wil je dan die voorsprong uitbreiden en wil je voetballen. Nou ja, daar zijn we soms toch te gehaast en te slordig in. Dus dat kun je wel vergelijken met voorgaande wedstrijden, ja. Ook omdat de tegenstander van jullie eigenlijk met de meeste dreiging begint en jullie eerste doelpunt nodig hebben om daar een beetje onderuit te spelen. Ja, ik vond dat we slap begonnen. En dat zag je eigenlijk meer in. Galit had een bal die hij slecht aannam. En ik vond dat Kai daar een paar keer onrustig in was. En het doorschuiven, het veld was te groot. Dus we gaven eigenlijk in de eerste 10 minuten hun het initiatief. En daarna hebben we dat wel hersteld en kwamen beter in de wedstrijd. Doe je met slap ook ongeconcentreerd? Nou ja, ik weet niet wat er precies voor nodig is. Ik denk dat ze wel geconcentreerd zijn, maar misschien een aantal fases dat ze er te makkelijk over denken, laat ik het zo zeggen. Die tweede goal van vandaag, de eerste van Voskamp. Wat een beauty is dat, hè? Ja, maar ik zie hem regelmatig op de training zo, dus ik weet dat Johan dat kan. En het was precies op het goede moment. Dus dat is gewoon een kwaliteit van Johan, dat is wel duidelijk. Mensen stellen vragen aan ons via onze website, via Twitter. En de vraag die het meeste gesteld is, heeft te maken met je opstelling bij het begin van deze wedstrijd. Jij schuift je bek, Pieter Nijs, door naar het middenveld om Hoestijn Doğan te vervangen. En kies niet voor een middenvelder als bijvoorbeeld Jeremy de Nooijen. Kun je die keuze toelichten? Ja, dat heb ik ook al eerder gedaan. Pieter heeft vorig jaar een aantal wedstrijden prima als verdedigende middenvelder gespeeld. Ik geloof tegen Roda. Dus dat was voor ons een eenvoudige optie. En Pieter is verdedigend wat sterker als Jeremy. En Jeremy is wat meer voetballer. Nou, probeer je zo'n samenstelling op je middenveld te maken. Waar je beste resultaat mee kan halen. Dus op dit moment was Pieter het. Het zou zo kunnen zijn dat de andere keer dat Jeremy dat is. Ja, het is niet zo dat hij een beetje uit de picture lijkt te geraken. Nee, bij mij is niemand uit de picture. Dus we hebben gewoon een groep van 23 mensen. Af en toe brengen daar wijzigingen aan op het moment dat er wat schorsingen en blessures zijn. Of dat iemand even niet in vorm is. Dus ze zijn allemaal even belangrijk voor mij. Qua uitslagen is die stijgende lijn bij jullie is er zeker. Dat kan niemand ontkennen. De laatste drie duels, 9 punten, 9 voor, 0 tegen. Zie jij in het spel ook die stijgende lijn die je wil zien? Nou, ik zie heel veel positieve dingen en ik denk dat dat het belangrijkste is. Die andere zaken die ga ik weer bespreken met die jongens. Maar ik wil nu gewoon even stilstaan bij het feit dat de spirit goed is. En dat zag je ook aan de mensen, het publiek. Moet ik eerlijk zeggen dat het ook dik in orde was. Uiteindelijk vallen dan heel veel dingen op zijn plek. Is de laatste weken wel een beetje reactievoetbal, bijna uit de counter wat jullie spelen? Nou ja, laat ik het zo zeggen dat je inderdaad wat jij terecht zei van we hebben 9 goals gemaakt en we hebben er 0 tegen. En ik weet niet of er meer clubs zijn die dit scoreblad voor kunnen leggen. Dus wat dat betreft is het hartstikke positief. Maar tegen Achilles denk ik dat jij nu al zit te broeden van dan moet ik een ander strijdplan hebben. Ja, dat doen we iedere week samen. En Achilles wordt super belangrijk. Maar wat ik al zei, wat ik vandaag zie een lastig tijdstip en dat er veel mensen zijn. En, Hoe ze dan uiteindelijk achter die ploeg gaan staan, dan is dat alleen maar de winst voor vandaag. En ik hoop dat het tegen Achilles weer zo is.